stop définitivement, on a tourné la page de cet épisode inflationniste et la déflation va désormais profiter aux entreprises et ultimement aux consommateurs. Inflatie die is in 2023 al heel hard gezakt. Naar verwachting zal die ook in 2024 nog wat meer dalen, zodat tegen de zomer de centrale banken wel eens de rente zouden kunnen laten dalen. En dat is goed nieuws voor de beurs. Onder 2% gaan we niet geraken in het komende jaar. Ik ben een aandelenbelegger. Dat is op lange termijn altijd het beste. En ik zal ook in het komende jaar vooral beleggen in aandelen. Notre équipe de stratégistes privilégie les obligations qui vont profiter de taux durablement plus élevés. Mais nous pensons également que les actions profiteront du redéploiement de poches de cash toujours importantes chez les institutionnels. In de evolutie van de economie zou ik zeggen, ik zou nu veel eerder de voorkeur gaan geven aan banken boven pharma. Notre équipe de stratégistes reste positif sur le secteur de la banque, qui a encore un potentiel de revalorisation, mais en revanche est devenu plus prudent sur le segment de la pharma. Er zijn nog heel veel opportuniteiten. Denk bijvoorbeeld maar aan de overnames die we af en toe zien. Vaak is dat met een heel hoge premie. Dat toont aan dat aandelen nog steeds niet te duur zijn. Oui, j'espère que 2024 sera enfin l'année des small and mid-cap. On sort d'une période inhabituellement longue de sous-performance par rapport aux plus grandes capitalisations boursières et on a aujourd'hui une valorisation qui est particulièrement attractive. Ik ga zelf de cash die ik nog heb in 24 vrijwel zeker aan het werk zetten. Ik blijf een gediversifieerde portefeuille aanhouden, ook in 2024. Dat betekent dat ik wat aandelen heb van Europese bedrijven, Amerikaanse bedrijven, Japanse en Chinese bedrijven. Dus dat ik in verschillende regio's zit en ook in verschillende sectoren. De perfecte portefeuille bestaat niet, want dat is voor iedereen verschillend. Ik ga in normale omstandigheden 90% aandelen, 10% cash.